Hallo, leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog en dit is alweer de 20ste vlog in mijn verhuis-verbouwserie. En in deze vlog, ja, deze vlog gaat echt super leuk worden, want ik ga jullie meenemen in het avontuur dat ik bij Superkeukens beleefd heb. In de vorige video heb ik jullie meegenomen in het proces wat voordat ik naar Superkeukens ging plaats heeft gevonden. Dus het bedenken wat ik zelf wil, op Pinterest scrollen, een moodboard maken op de Superkeukens website. En nu had ik een afspraak gepland en ging ik langs bij Superkeukens. En daarmee ga ik jullie meenemen. Vandaag ga ik jullie meenemen bij Superkeukens in de showroom. We werden heel vriendelijk ontvangen bij Superkeukens. We kregen iemand, ja, Jeffrey, ontving ons daar. Bood ons meteen een kopje koffie of thee aan. En toen zei hij, willen jullie even een rondje lopen door de showroom? En dat wilden we uiteraard. Dus we zijn samen met Jeffrey een rondje gaan lopen door de showroom. En ik heb het een en ander adviezen van hem gekregen. Hij legde heel veel uit over bijvoorbeeld de kastjes. Er werd ons verteld dat er verschillende soorten kastjes waren. We kregen een voorbeeld van een kastje die heel flexibel is. Dus als je er tegenaan schopt of loopt of blijft hangen, dat het schudt, maar dat dat wel heel flexibel, ja, dat dat in die scharnieren zo zit, dus dat het niet meteen afbreekt. En dat is natuurlijk wel heel fijn, want ja, wellicht dat dat ooit een keer gaat gebeuren, dat je een beetje lomp doet met de vaatwasser uitruimen en dat je dan ineens tegen je kastje aanloopt en dat de hele kreng afbreekt. Maar dat kan dus in principe niet. We hebben flink lomp tegen dat kastje aangelopen en geen problemen gehad. Ja, dat is dan alleen maar een beetje de technische kant van de kastjes. Er zijn echt super veel keuzes in kastjes, aanrechtbladen. En het was echt, ja, er was zoveel keuze. Maar uiteindelijk hebben wij wel, wij wilden toch wel stiekem, ik ga het gewoon nu zeggen al, een zwarte keuken. Alleen ja, het nadeel van een zwarte keuken is dat je heel goed vingerafdrukken daarop ziet. En dat wisten ze bij Superkeukens natuurlijk ook. Dus ze hebben daar iets op gevonden. Een soort materiaal wat op het keukenkastje zit. Waardoor je niet vette vingers zo makkelijk krijgt op de kastjes. En dat is natuurlijk wel heel erg fijn. Zie je geen vette vingers op. Echt lastig kiezen. Maar we wilden voor een licht blad gaan, omdat onze keuken al helemaal zwart is. We hebben deze. Earth heet deze. En dit is Robusto. Licht houden, dan kun je het beste zien. Maar hier heb je alle keuze. Naast kastjes en aanrechtbladen, waar al heel veel keuze in is, is er ook nog keuze uit verschillende wasbakken en kranen. Ja, je hebt hele verschillende kleuren. Ja, je hebt ook heel veel keuze in wastafels en kranen. Ik vind deze ook wel mooi, gouden. Maar ik kon Nicky niet overtuigen voor een gouden kraan, helaas. In de showroom staan heel veel verschillende keukens opgesteld. En ja, ik vond ze echt allemaal mooi. Iedere keuken vond ik mooi. Dat maakte het natuurlijk een beetje lastig. Maar gelukkig was Jeffrey daar om ons een beetje te helpen. En goed te luisteren naar onze wensen. En hij wist precies welke wij mooi en niet mooi vonden. Dus dat is wel, of ja, we vonden eigenlijk alles mooi. Maar hij wist wel precies waar hij ons, ja, een beetje naartoe stuurde. En dat wij dachten, ja, dit is inderdaad wel de mooiste keuken die we hier zien. Eentje sprong er wel echt uit. Ja, deze vonden we ook heel mooi. Van die nisjes erin, aan de onderkant en daar aan de bovenkant. Maar die hebben we uiteindelijk denk ik niet genomen. Kijk, dit vond ik ook mooi. Dit is dus echt super hoog. Kijk hoe groot deze koelkast is. Hier heb je gewoon een vak voor je wijnflessen. Mooi, hè? Echt een grote koelkast. Maar wij hebben een losstaande.
kaatsen willen wij ook graag. Dus. Maar anders was het deze geweest. Maar ik vind het wel mooi. Ik vind een hele hoop kasten. Dit is gewoon opwerkruimte. Ook mooi. Dit is wel de hoogte van onze keuken die het gaat worden. Want hier, dit was mijn ideale hoogte. Dus dit is de hoogte waar onze keuken in komt. Deze keuken heb ik heel lang naar zitten kijken, want die vind ik heel mooi met dat hout en dat donkere, brede plat erop. Maar wij hebben natuurlijk visgraat donkere houten vloer. Dus dat werd denk ik iets te druk. Dus we zijn naar gewoon een iets rustigere look gegaan. Deze keuken waar we nu in staan, die kwam meteen mijn oog van op deze week. Je hebt vooral die ingebouwde kast daar. Dat kennen wij dadelijk ook. Onze hoge kasten, dat zijn ook in een nis gebouwd. En een kookeiland zonder lichte afzuigkap boven, maar juist erin. Alleen het blad, ik vond deze heel mooi, maar dit is geen steen. Ik wilde heel graag een steen blad. Dus het blad is anders, maar dit zijn wel de kasten. Dus dit matte, vingerloze kastjes, dat is wat wij gekozen hebben. Ik wilde niet dat je overal je vingers zag. En er zit speciaal spul op, dat je dat dan niet ziet. Dan heb je de hele showroom eigenlijk gehad bij de Superkeukens in Tiel. En dan ga je lekker zitten met een kopje koffie of thee, wederom aangeboden door Jeffrey. En dan begint het. Dan bespreek je je wensen, ja, je bespreekt de wensen met de ontwerper, dus Jeffrey in dit geval. Ja, dan zaten wij hier, Nicky en ik, aan deze kant van het scherm, want hier heb je zo'n plexiglas. En aan de andere kant zat dan de keukenontwerper. En dan kon je daar op dat scherm meekijken wat hij precies ontworpen had. Dus dat hadden we, ja, in verband met corona moesten die plexiglazen ertussen. En dan was het toch nog fijner. Wensen doorgeven, dan denk je echt, waar moet ik beginnen met uitleggen wat ik mooi vind? Het is ja, er zijn zoveel dingen die ik mooi vind en wat moet ik in hemelsnaam zeggen? Maar gelukkig stelde Jeffrey allemaal vragen over... Ja, hij is natuurlijk, hij doet dat iedere dag, dus hij weet precies wat hij moet vragen. En dat scheelt wel. Dus hij loodst je eigenlijk een beetje door, ja, door het keukenontwerp heen. En hij schrijft van alles op. En dan is het klaar. Dan heb jij verteld wat je wil. En dan krijg je een keukenontwerp. En die heb ik hier. En dit is wel leuk, want deze heb ik dus gehouden. Dit is het allereerste ontwerp dat gemaakt is van onze keuken. En die ga ik er even bij pakken. Ik zal eventjes laten zien hoe ons idee was. Dat heb je in de voor... Als je de verhuisvlog heel goed bekeken hebt, weet je dat we een bepaalde muur wilden neerhalen en opschuiven. En dan op een ander plekje... Dus daardoor werd de keuken veel groter. Helaas was dat een draagmuur. En ze hebben besloten om dat niet te doen, want dat vonden we te veel werk in de tijd die we hadden. Nou, wordt even geboord. Dus dat hebben we uiteindelijk niet gedaan. Maar in dit ontwerp zit dat nog wel erin. Er waren trouwens meerdere opties gemaakt, zie ik. Dus ja, we hebben een nis aan de ene kant. En daar zie je... Ja, dat is dus eigenlijk het stukje wat er niet meer is. Dat moet eraf. Dus in het uiteindelijke ontwerp zit dat er niet in. Dan zie je de losstaande koelkast in het eerste ontwerp. Die zie je in het tweede ontwerp, zie je de koelkast, die Amerikaanse koelkast ook, maar dan is die ingebouwd in de nis. En in het derde ontwerp is die Amerikaanse koelkast helemaal weg. Sorry voor de bonken, jongens. De keuken wordt op dit moment geplaatst. En in die derde ontwerp is die keuken, of die Amerikaanse koelkast helemaal weg. En dan heb je die lange koelkast die ik ook in de showroom heb laten zien. Die ik ook wel heel mooi vond. Dan heb je twee ontwerpen met houten kastjes, want dat vonden we toch wel heel erg mooi. Maar uiteindelijk ja, is dat toch te druk bij de vloer. En ik ben blij dat we daar niet voor gekozen hebben.
Deze ontwerpen zijn het allemaal niet geworden, want er moest dus een muur veranderd worden, waardoor het hele ontwerp moest veranderd worden. Maar ik vind het wel leuk om deze, dat is de met zwarte frontjes en Amerikaanse losse koelkast, die lijkt er het meest op. Dus laten we die er gewoon even bij pakken als voorbeeld. Het bovenaanzicht zie je dan hier. Maar ik zal natuurlijk een close-upje laten zien. Hier heb je het bovenaanzicht. Nou ja, die verwarming hebben we weggehaald. Die hele nis is er niet meer. We hebben nu een koof in de hoek, omdat daar allemaal leidingwerk zat. Dus dat, ja, daar kan geen aanrecht zitten. Dus dit schuift, ja, dit wordt een stuk kleiner. We hebben een koof boven het aanrecht. We hebben wel nog steeds die nis. Die hebben we nog steeds. Ik ben heel benieuwd hoe die uiteindelijk gaat worden. Maar ja, dit is een beetje onze keuken, het keukenontwerp dat het geworden is. Ik ga nog maar een foto laten zien. Of een plaatje laten zien van het uiteindelijke ontwerp. Nou, in deze ontwerp hebben we, zoals je ziet, ook een wijnkoelkast. Helaas is die geschrapt in het uiteindelijke ontwerp. We kregen het niet voor elkaar om dat financieel te krijgen. Want dat is best wel een duur grapje, zo'n wijnkoelkast. En ja, zoals je misschien wel ziet, is dit een vrij dure keuken. Met alle apparaten die we hebben en het blad en noem maar op. Dus we moesten een beetje schrappen in apparaten. Dat hoort er nou eenmaal bij. Dus de wijnkoelkast is daarom geschrapt. Maar dat is het enige wat geschrapt is. De dubbele oven, die je hier ook in dit voorbeeld ziet, die is er wel. Dus we hebben een magnetron en een oven. Daar ben ik heel blij mee. Dus je kunt dan, ja, ik moet heel vaak iets bakken in de oven. En dan moet ik daarnaast nog even gouden rijst in de magnetron opwarmen. Die dan al van gisteren is of zo. En dat kan dan niet, omdat je oven warm is. Maar nu heb je ze apart. Dus als je een magnetron overcombi hebt, dan kan dat dus niet. Maar dit is apart en dat vind ik echt heel fijn. Dus ja. De volgende video bevat de montage van de keuken. Op dit moment dat ik dit aan het opnemen ben, wordt de keuken gemonteerd. En ja, daarom ben ik waarschijnlijk ook zo blij. Want ik ben zo blij dat die eindelijk er is. Het gaat waarschijnlijk 2 dagen duren dat hij gemonteerd is. Maar dit weekend kan ik dus gewoon al gaan koken. En kan ik jullie het ook laten zien. Dus ik ben druk aan het vloggen om dit ook allemaal op camera te zetten. En ik hoop heel erg dat jullie mee gaan kijken naar de volgende vlog als die gemonteerd wordt. En daarna, als die ook daadwerkelijk er is, die vlog moet je ook natuurlijk kijken. Ja, er is nog een hele hoop vlogs die eraan zitten te komen waar ik super enthousiast over ben. En ik hoop jullie ook. Ik hoop dat jullie deze vlog ook een beetje leerzaam vonden. Hoe je dat aan moet pakken als je een nieuwe keuken wil. En dat het echt een heel leuk proces is om te doen. Ik heb echt genoten. Ik vind het ook echt leuk om met Nikki dit avontuur te bewandelen. En ja, ik ben gewoon heel blij. En ik ben ook heel blij dat Superkeukens deze samenwerking met mij wilde opzetten. Om er echt een hele toffe keuken van te maken. Ik wil jullie bedanken voor deze video. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. En dan zie ik jullie heel graag heel snel bij een nieuwe video. Doeg!